Yo, Rentjes, dat was weer vandaag mijn nieuwe gameplay commentary. Jawel, man, en eindelijk nog eens terug op mijn YouTube-kanaal. Hoe komt het, man, dat ik eigenlijk echt ja, pakt een goede week niet heb geüpload? Wel, er is een heel simpele verklaring voor, man. Gewoon de tijd. Ja, het school was gedaan, dus de examens waren gedaan. Dus dan moest ik even wat regelen in verband met de vakantie. Je snapt dat wel, hè, dat we afspreken, bepaalde dingen in orde brengen. Gewoon die dingen, maar... Kom mannen, dat is nu allemaal in orde, dus ik kan weer verder met de YouTube, met het YouTube kanaal beter gezegd. Maar mannen, daarover gaan we het niet hebben. Eerst even een gameplay naar mannen, echt waar, what the fuck. One shot. Niemand had dat in de comments gezet van, ja Mathieu, dat was smaak, hoe dat je mij ook noemt, maakt mij eigenlijk allemaal niet uit. Probeer eens one shot op Call of Duty Advanced Warfare. Ik dacht in mijn eigen van one shot heb ik eigenlijk nog nooit gespeeld. Misschien ene keer, maar dan was dat zo. Dan had ik zoiets van, ja, fuck that, alleen maar snipen, pff, geen zin in. Maar dan dacht ik van, ja, kom, one-shot, cool, nog wel eens proberen. En mannen, what the fuck, ik heb mij ziek, maar dan ook ziek geamuseerd. Let er eens op, mannen, ik denk dat ik heel weinig tot geen, ga ik niet zeggen, maar ik mis niet vaak. En soms doe ik er van die shots, one-shot natuurlijk, one-shot, one-kill. Dat je denkt van, damn, nice geschoten. Wacht, dat je wel moet weten, mannen, ik snipe dus nooit, dus ik vond van mijn eigen dat deze nog wel savai is gespeeld. Voor de rest wil ik eigenlijk niet meer over de gameplay praten, zeg maar meer over de, het onderwerp waarover ik het nu ga hebben, mannen. Dat is heel simpel, dat is zomer en examens. Nu, zoals jullie weten, de examens zitten erop bijna, voor jullie dan, voor mij zitten ze er al op. Maar ik wil dus weten van jullie, mannen, hoe dat ze zijn gegaan. Laat eens naar in de comments van, ja, sorry man, maar sorry smaak, maar wiskunde is minder gegaan dan Frans, maar dat ligt aan dat en dat. En dat kan ik eraan doen, beter gezegd. Misschien kan ik u dan helpen van, ah, dat had misschien zo moeten aanpakken, snapte, want ik heb heel het middelbaar zelf al meegemaakt. En ik zit nu op de hogeschool, dus ik kan zo wat een vergelijking doen van, ah, dat kunnen we misschien beter doen. Dus laat me nou in de comments, mannen, wat ging er goed, wat ging er slecht? Is er iets grappigs gebeurd tijdens uw examen? Ik zeg maar iets, een gast die begint gewoon recht te staan en te roepen van, fuck deze examen, ik ken er geen kloot van en je gaat weg. Snapte, laat me nou in de comments, is er iets grappigs gebeurd? I don't fucking know eigenlijk, maar ik zou het wel eens graag willen weten. Dus voor de rest, mannen, examens bijna gedaan, voor mij zijn ze gedaan. Maar er hoort natuurlijk ook zomervakantie bij. Mannen, België, what the fuck is er aan de hand? Dat weer hier, dat is echt perfect. Dus het is zo 30 graden, 25, 30 graden. Dat is echt perfect. Dus mannen, af en toe eens naar buiten gaan, dan komt dat allemaal in orde. Voor de rest, ja, wat zijn jullie plannen voor de zomervakantie? Gaan jullie op reis? Wat gaan jullie allemaal doen? Weet ik veel, gaan de bungee jumpen van de, weet ik veel, wat? Snap de lat maar staan in de comments. Ik ben wel eens benieuwd wat dat jullie zo gaan doen. Voor mij zal het, ja, simpel zijn. Nog een beetje leren, want ik heb uiteindelijk herexamens, maar ja, dat maakt niet uit, er zijn er niet zo superveel. Dus dat komt wel allemaal in orde. Voor de rest, ja, dat blijft hetzelfde, nee, afspreken, feesten, misschien eens op reis gaan, snap je? Nu is er de mogelijkheid voor, en dat was niet in het jaar, dus nu wel. Dus voilà, maar een genieter van die vakantie, laat maar weten in de comments. Voor de rest, ja, wat wil ik ook nog zeggen, binnenkort komt de Q&A op mijn YouTube-kanaal. Ik heb heel veel vragen gehad. Moest je nu nog een vraag hebben, zou ik zeker nu die vraag achterlaten op de Q&A, want ik kan die nog altijd gaan beantwoorden. Voor de rest heb ik ook niks veel meer te zeggen, man. Ik weet het, het is lang geleden. Maar hopelijk heb je er weer van genoten. Een actievolle gameplay, one shot is een keer. En voor de rest, ja, de basic intro, mannen. Deze was Tabas. Zeker liken. Subscribe ook zeker voor meer. En binnenkort interessante video's, dat kan ik nu al zeggen. En ja, mannen, deze was Tabas. En tot de volgende keer. Ciao.